Yes, yes. Kunt u even voor ons? Ja, hallo, Ines. Is zo goed, hey, cameraman, son, Abu? Duidelijk en helder. Oké. Even hoor. De klas. Dit was van. Ja, natuurlijk. En dan ga ik de samenwerking aan met alle relevante groepen, werkgroepen. En we zullen natuurlijk de seniorenburgers en de mensen met een beperking niet vergeten. Zij zijn onze doelgroep. Ja, en u bent al ingewerkt. Weet u, het plan is nog maar een jaar. Ja, sowieso een, het sociaal programma, dat gaan we versneld aanpakken. Dat, dat staat als eerst op het programma. Ja, u gaat het versneld aanpakken. Ja. Wat betekent dat concreet? Net wat de president net heeft aangegeven, dat dat belangrijk is om aan te pakken, dus dat gaan we dan versneld aanpakken. Nog een keer. Ja, natuurlijk. Dat aanvullen, zo te zeggen. Natuurlijk kan ik dat aan, anders had ik de functie niet aanvaard. Ondersteunen? Ja. Minister, de president heeft aangegeven, de president zijn voor dat hij zich persoonlijk vaak inzetten om het programma in samenwerking met u beter te laten lopen. Zullen er van uw kant als nieuwe minister voorstellen komen? We hebben morgen een overlegmoment, dus ik wil na dat overleg op deze vraag ingaan. Als u dus kijkt naar het sociaal programma, zoals dat nu wordt uitgevoerd, hoe weet de president heeft gezegd dat er wat fout is ingemaakt in het uitvoeren van het programma. Hoe belangrijk vindt u het als nieuwe minister dat in ieder geval de mensen die niet in aanmerking komen voor die sociale steun, dat die mensen in aanmerking komen daarvoor? En hoe denkt u als nieuwe minister dat het ieder kan bereiken? De mensen die niet in aanmerking zijn gekomen, zullen we oproepen om opnieuw te registreren. En, zodat zij dan nu wel in aanmerking kunnen komen, als ze er recht op hebben. De president heeft aangegeven dat vanaf de eerste dag al er strak gewerkt gaat worden samen met, met de president zelf om het sociaal beleid te versnellen. Hoe kijkt u naar dat stukje en als u het ook ziet, het sociaal beleid van vaststaan?
gaat u dat ook ondersteunen dat het versnel gaat? Nou, natuurlijk hebben we afspraak met de minister, de president ook. Samen met de president gaan we het sociale programma keihard aanpakken, omdat we ook IMF heeft ook ons gewezen van sociaal programma moet beter. En we kunnen het gezamenlijk doen. De minister krijgt ondersteuning vanuit kabinet president en ook vanuit kabinet van de vicepresident. Dus we gaan het heel goed team maken om de minister te ondersteunen, omdat het sociaal programma voor ons nu een beetje achterloopt. En we gaan het aanpakken. Is er geloof in dat de minister van die dat aanpakt? Natuurlijk, de minister Pané, ze staat hier, dat is een beetje bescheiden, maar in ieder geval moet je niet kijken naar een persoon zijn uiterlijk, dat is zacht praat of zo, maar je moet kijken naar de kwaliteit van een persoon. De partij heeft kwaliteit in haar gezien, we weten wat die potentie is in haar en vandaar dat we haar heeft voorgedragen als een minister. We zouden nooit iemand voordat we twijfelen. Dus in ieder geval, de president heeft ook zijn onderzoek ingesteld en heeft gezegd, oké, akkoord. Mijn naam is Gloria Botsen, nog een vraag. U heeft aangegeven afgelopen 3 jaar, is het niet helemaal naar mis gegaan? Was er toen die ondersteuning niet dan van de president van de VP-kabinet? Nou kijk, wanneer je een minister ergens plaatst, dan laat je hem werken. Je gaat niet echt bemoeien daarin, maar wanneer je ziet dat er bij verschillende punten dat iets vastloopt, dan moet je wel in ieder geval je stem laten horen of dan hulp bieden. Je moet ondersteuning geven en dat gaan we nu doen. Maar niet dat... Te lang? Nou, 3 jaar te lang? Niks is te lang, niks is te laat. Zolang je het kan aanpakken is het niet te laat. Je kan het corrigeren. In ieder geval niet dat de minister heel slecht heeft gedaan, omdat er een politieke afspraak was dat hij maar 1 jaar daar zou blijven, maar 2 jaar gebleven, 3 jaar zelf gebleven. Vandaar dat die reshuffling is gekomen. Niet dat hij niet goed was. Als hij niet goed was, was hij naar huis gegaan. Zou hij niet naar een ander ministerie. Dus dat moeten we gewoon goed begrijpen. Waar is dat gekomen voor zijn verblijf bij ministerie? Nou, we zijn partner en we dachten van politieke afspraak was 1 jaar. Laten we ons partner nog de gelegenheid geven om verder te gaan. En dat is gebeurd. En in hoeverre bent u als vicepresident ook kritisch naar uw eigen mensen en hun handelen en hun functioneren? Bent u dat? Natuurlijk, ik ben, trouwens, wie me kent, weet ik dat ik heel kritisch ben. Als iemand iets niet goed doet, dan word je op het matje geroepen. Ik ben heel kritisch. En als je niet kan, als het werk niet aangaat, dan gaan we je moeten vervangen. En heeft u ook een commissie, want het kabinet van de president heeft een commissie benoemd, die gaat de nieuwe minister ondersteunen. Gaat u ook vanuit het kabinet een commissie hebben? In ieder geval, morgen hebben we een gesprek met de president. En dan gaan we die strategie uitzetten, hoe we de minister gaat ondersteunen. Ik wil jullie bedanken. Minister Oenten kan overnemen, anders ga je niet meer overnemen. Nou, natuurlijk vandaag, wordt hij aangesteld als minister van TCT, maar die overdracht vindt plaats woensdag.